Kabelskikkers, jij staat nu op de Merit in Meersen. Ja, wat is Loze Meersen? Ja, we zijn even naar Meersen gegaan, want ja, Meersen is kampioen geworden. Ja, en we gaan toch eens even kijken, want er zitten ook geen Maastrichtse spelers tussen. En we hebben zo meteen een interview met de aanvoerder en natuurlijk ook met Nino Evaerts. Dus, wat is Loze Maastricht? Wat is Loos in Meersen? Ja, lief bijzonder trainers, trotse trainers van Meersen. Ja, absoluut trots. Ja, absoluut trots. Jazeker, jazeker. Ja. Had je verwacht dat je kampioen zou worden? Als we in het begin van het seizoen me gevraagd hebben van wil Meersen één kampioen? Dat had ik niet gezegd, nee. Ja. Nee. Wat heeft u de kracht gebracht om kampioen te worden vandaag? Ja, het team. Het team is fantastisch. Het is een groep, we hebben 16 jongens die wat ontzettend goed kunnen voetballen. Maar ook ontzettend haal willen werken ervoor. En strijd kunnen leveren. En we hebben wedstrijden gewonnen op kwaliteit. En we hebben wedstrijden gewonnen op pure beleving en inzet en strijd. En ik denk dat het belangrijkste is vandaag voor Meersen. We kunnen goed voetballen. Maar als het niet lukt, kunnen we ook geil werken. Duurlijk, hè? Ja. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat klopt ik hand. Dat klopt helemaal. Ja, ja. Ja, super. Ja, ik heb nu een leuk feest. Ik zou zeggen, geniet ervan. En volgend jaar weer kampioen? Of, We moeten hand hebben voor je een derde divisie. Dat is het doel. Ja. En we hebben natuurlijk het ticket voor de KNVB Toto Divisie Cup of je hebt dat beker. Daarvoor Robert. Ja, de KNVB beker. We mogen het grote toernooi mee doen. En we zijn kampioen. Dus we gaan genieten. We gaan van jou met ditzelfde groepje. Geef voor de derde divisie in. En dan zien we op het Schipstrand. Dan gaan we keihard werken om eens te handhaven. En nu alleen maar genieten. Oké, super. Genieten van. Dankjewel, dankjewel. Ja, nu bestaat Michiel en Lino, hè? Ja, kampioen geworden. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, ik kan het niet met woorden beschrijven, echt niet. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou metmaken in de VL Divisie, ja, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja, de beste aanvoerder, dus daar heeft ze een goed aangespoord. Ja, ik spoor niet zoveel aan. Ik ben meer in wat een beetje roze in de branding. Als het moet, dan ben ik er. Maar, ik spoor niks aan, ik laat de jongens lekker hun ding doen, maar we hebben eigenlijk wel een team dit jaar en dat heeft zich goed gepakt, ja, echt een geweldig iets. Ja, ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, super. Ja, Nino, een beschreven eer, hè? Ja, zeker, gefeliciteerd, zeker. Ja, dank je. Ja, super, ja, vertel, kampioen geworden. Ja, kampioen geworden. Kijk, sinds ik bij Meersen ben gekomen hadden we een doel om een kampioenschap te pakken. En ik denk tot ver met dit team, wat Michiel ook zegt, dit was een team om kampioen te worden. Van een geweldige competitie, eigenlijk vroeger was misschien de competitie gaat sterker, gaat beter en iedereen wat gewoon hoeveel van verloren of punten van lieten liggen. Die gingen allemaal gepromoveerd en er is eigenlijk wel veel overgebleven. En dit jaar dus wel, dit jaar pakken we weer de kampioenschap. Ja, had je wel verwacht dat je kampioen zou worden? Ja, eigenlijk de eerste paar, we kosten 4 weken lang kosten we nu kampioen worden. Dus nu, deze zondag en dan de komende 3 andere zondagen. Dus wel goed van wie niet wordt. Dus we kosten eigenlijk kiezen, maar het was natuurlijk top. Het kans deur blijft leeg vandaag. Ja, toen komen supporter, dus dat wel goed van ja, vandaag moet het goed gebeuren. Ja, niks anders. Ja, super. Ja, wat kunnen we voor het komend seizoen verwachten? Oh, dat is een moeilijke vraag. Dat is echt een moeilijke vraag. Weer een herkans, weer opnieuw. Ik weet echt niet wat de derde divisie. Ik ken een paar pleuk, maar dat is echt van 5-6 jaar geleden. Ik heb geen idee wat de volgend jaar gaat brengen. En, ik wil ook geen voorspellingen doen of niks, maar we gaan er gewoon lekker frisse moed en genoeg. En voorzien wat voor het Schipstrand. En ik hoop dat we gewoon een leuk seizoen tegen moeten gaan. En dat we als team lekker ook allemaal bij elkaar blijven. Dus, af en toe krijgen ze tegenslagen. En ik hoop dat we als team bij elkaar blijven. Dat we elkaar kunnen motiveren om gewoon een mooi seizoen te maken. Maar kijk, als ik eens zeg top 3, dan is denk ik echt denk dat een beetje optimistisch zit. Maar zeg gewoon vooral om gewoon lekker een mooi seizoen te maken. En als dat tiende is het tiende, als het twaalfde is het twaalfde. Maar vooral gewoon een mooi seizoen te maken als groep zijn. Ja, super. Dat iedereen bij elkaar blijft. Ja. Nino, die blijft gewoon bij Meersen? Zeker, we blijven allemaal bij Meersen. Ik denk dat misschien het einde maand is, wat nog twijfelval is. En voor de rest blijft iedereen. Ja. Dus die moeten we nog eigenlijk niet praten zo, maar dat is in mijn werk. En als dat klaar is, ja, dan zou iedereen blijven dus. Ja. We hebben een geweldig team, wat hier ook zit. Als je wie vergeneten in de beurs, wie vergeneten met de supporters samen. We hebben een geweldig club, man. Zelf ook Meersen is gewoon een geweldig deur op. Ja, we kunnen niet slecht over praten, man. Ook eerst even, we moeten gewoon genieten. En ook wie volgend jaar, we hebben daar geen visie op. Echt niet. Het is gewoon erin blijven handhaven, het zou mooi zien.
Ja, super. Ja. Ja, je gaat nu feesten weer, hè? Ja. Dus je gaat tegen de kiekers zeggen van misschien. Ja, ik zou zeggen, kom een keer lekker. Leeftijd, hallo beste kiekers, hè? Hallo beste kiekers, zou zeggen, kom lekker. Lekker, ja, kom lekker kieken, man. Lekker pils drinken, schoen kantine, allemaal neu. Kom lekker langs. Het zou geweldig zien. Ja, toch niet, chef? Super, joh. Ja, man. Dankjewel. Zeker, geen dank.